De vakcentrale C47 vindt dat de machtsconcentratie van de overheidsfinanciën slechts bij één politieke partij ligt, namelijk de VHP. Robbie Berenstein, voorzitter van C47, waarschuwt voor dit fenomeen en geeft aan dat behalve de president en de minister van Financiën en Planning, de minister van Buitenlandse Zaken een belangrijke rol vervult als het aankomt op de overheidsfinanciën. Dan zien we een bijna oneigenlijke taak van de minister van Buitenlandse Zaken, die heel veel in de melk te brokken heeft. Brokkelen heeft qua financiën. Mirat, overeenkomsten aangaan, ja, overeenkomsten, dan gaan die mannen staan, die tafra, de minister van Buitenlandse Zaken, heeft heel veel te zeggen. Vervolgens heb je een heleboel financiële adviseurs van dezelfde partij. En vervolgens, en daarom kunnen we ons levendig voorstellen, we kunnen ons dat absoluut indenken. De bezorgdheid die in het parlement is geuit bij de oprichting van Misap Fassan en Oera, wat surfing was. Zo? Dat zie je weer een wezenlijke invulling door dezelfde partij. Berenstein benadrukt dat dit zorgpunt niks te maken heeft met een etnische groep, maar dat de totale politieke macht over de staatsfinanciën bij de VHP ligt. Deze situatie is niet onbekend, want hetzelfde gebeurde al tijdens de NDP-regeringen. Dus, we zien weer diezelfde symptomen. En we waarschuwen daarvoor. Want wat we hebben geleerd, als het misgaat, gaat het goed mis. En kennelijk, ik heb nog niet die intentie bij deze mensen gemerkt. Maar verleiding heeft Biggie, ja, dat, en zo kan dat denk ik, dat je op een gegeven moment een politiek maatje moet accommoderen. En dat makkelijk toch? Dus, we zitten waar we komen. Maar dat precies aan het begin. Weet je, en daar waarschuwen we voor. We weten nog, de minister van Financiën, die vooralsnog stelt zich heel technocratisch op. Dat mogen we hem meegeven. Maar politieke druk kan komen biggie. Robbie Berenstein, voorzitter van de vakcentrale C47. Hij benadrukt dat wanneer er geen politiek evenwicht is in de machtsverhouding, het behoorlijk verkeerd kan gaan. Berenstein verwijt niemand iets, maar hij doet een beroep op de regering daarop te letten.